Het duurt altijd lang als je geen wedstrijd speelt. Dus ik vind het wel fijn dat het weer mag beginnen. De Ajax-vrouwen beginnen vrijdagavond aan de tweede seizoenshelft met de thuiswedstrijd tegen VV Alkmaar. De voorbereiding op de hervatting van de competitie was niet helemaal op maat. Goed trainingskamp gehad in Portugal, erg fijne week. Daarna wordt het onderbroken door het vertrek van een aantal internationals. Dat vind ik persoonlijk wat ongelukkige timing in de tweede week na de winterstop. Maar dat is wat het is, daar moeten we mee dealen. In totaal waren 5 speelsters met Oranje op trainingskamp en 2 met België. Daarnaast is er ook nog sprake van blessureleed. We zijn niet helemaal compleet, het is ook geen geheim. Hè. Bijvoorbeeld Desiree is nog niet goed hersteld, dus die zal vrijdag niet spelen. Wie wel van de partij zal zijn is Inessa Kaagman. De middenvelder begint vol ambitie aan de tweede seizoenshelft. Ik hoop gewoon belangrijk te zijn voor het team aankomend seizoenshelft. Dus als dat met assist is of met goals of als ik gewoon hele goede wedstrijden speel, dan zou dat top zijn. En een persoonlijk doel voor mij is nog altijd het Nederlands elftal. Inessa is iemand die ondanks haar jonge leeftijd eigenlijk al een hele ervaren Ajax-speelster is. Meer dan 100 wedstrijden gespeeld. Dit seizoen vrijwel alles gespeeld. Echte Ajax-speelster, hè? Specifieke kwaliteiten, fantastische techniek, fantastisch spelinzicht. En die kwaliteiten in combinatie met haar naam leveren een bijzondere bijnaam op. Oh ja, sommigen in het team noemen me inderdaad Iniesta. Nou, het ligt ook een beetje aan mijn naam natuurlijk. Maar dat is wel een voorbeeld van me, dus dat is heel leuk. Met haar kwaliteiten bereidde Iniesta Kaagman menig doelpunt voor. En hield ze zelfs een aantal tegen. Hoog bij de tweede paal, kopbal en van de lijn gehaald door Inessa Kaagman. Haar scorend vermogen liet tot vorig seizoen nog te wensen over. Kaagman 1 keer, 2 keer en dan 3 maal in scheepsrecht door Marloes Pieter. Maar de openingstreffer in de kampioenswedstrijd was goud waard. Pieter op Kaagman, Kaagman en ze scoort. Inessa Kaagman scoort. Uitstekende aanval van Ajax. Kaagman hier met techniektrainer Simon Taramata werkt keihard om verdere stappen te zetten. Van het talent dat ze ruim 4 jaar geleden was, tot de dragende speler die ze wil worden. Het mooie van een dragende speler is ook een speler die het neerzet in het veld en die zich laat horen. En dat is ook nog wel iets waar ze aan kan werken, maar dat is ook een beetje leeftijd, want ze is gewoon hartstikke jong. Dus ze moet gewoon de tijd nemen en dan gaat het volgens mij helemaal goed komen. Ook al ben ik pas 21, het is wel mijn 5e seizoen bij Ajax. Dus uiteindelijk word je inderdaad een dragende speelster. Nou, dat hoop ik ook te worden, want dat is hartstikke goed. Kaagman en haar team proberen de ambities waar te maken in de komende maanden in de strijd om de landstitel. Waarin de verschillen met FC Twente miniem zijn. Spannend is eigenlijk het eerste wat in me opkomt. Omdat wij een play-offs systeem hebben. Dus het gat tussen ons en Twente is gewoon heel klein op dit moment. Het zal ook klein blijven de komende 5 laatste competitiewedstrijden. Ja, en dan gaat het in de play-offs, is het erop of eronder, want je treft elkaar nog 2 keer. Dus uiteindelijk wordt het spannend en wordt het in maart, april, mei beslist. Wij zullen top moeten zijn om het te halen. Ik verwacht dat we gewoon een goede, degelijke tweede seizoenshelft gaan draaien. Met hopelijk gewoon een kampioenschap, want uiteindelijk doe je daarvoor. En de weg naar het succes loopt via de eerstkomende wedstrijd vrijdagavond om 19:30... Op de toekomst tegen VV Alkmaar.